Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. We staan hier bij het terrein van Rijgersdaal in Heerdegewaard. En hier achter de hek hangen camera's. Ja joh, tuurlijk. Droom lekker verder. Helemaal geen camera's. Ik heb helemaal niks tegen omdat ik op de trein liep. Dus er hangen geen camera's. Dus we doen een kort op de tekstjes een beetje. Waarschijnlijk om af te stikken of zo, denk ik. Maar op de achtergrond zijn ze bezig op het moment. Met allemaal puinruimen. En daar verderop staan alle gebouwen nog. Het gaat niet heel erg snel nu, maar we gaan even een rondje kijken of ze misschien toch wat weggehaald hebben. En daar op de achtergrond van het gebouw zijn ze ook bezig. Het is vanaf hier niet heel goed te zien, maar ze zijn er bezig. En er staat hier een Renault-bus geparkeerd, maar geen camera's. Nou, misschien ziet er alleen in die bus, maar geen camera's verder hier ook. En daar zijn ze aan het werk, dus ja, je kan even goed de trein niet op. Ook al zou het hek hier los zijn, je kan niet de trein op. Nou, daar staat nog zo'n bus. En daar hoor ik allemaal geluid. Nou, hier is alles nog hetzelfde. Het gaat hier aan deze kant in ieder geval niet erg vlot. Nou oké, okay. Daar op de achtergrond is wel wat veranderd. Maar echt veel is het niet. Want dit staat er gewoon allemaal nog. En daar verderop is ook alles nog hetzelfde. Nou, daar zijn er alleen wat ramen uitgehaald. En daar op de achtergrond is een tuintafeltje neergezet. Ja, daar is het wel weer voor, right? Tjonge jonge, er is met een regen gevallen de laatste tijd. Zet eens een tuintafel neer. Oké, okay, de bomen krijgen in ieder geval water genoeg. Zo hé. Ja, die heeft voorlopig te drinken. Ik ga nog even aan de andere kant een kijkje nemen. Oké, okay, hier aan de achterzijde staan ook allemaal hekken om het land heen. Zou dit land er dan ook nog bij horen? Nou ja, er stond in ieder geval niks. Het was duidelijk alleen landgoed dit, maar het hoorde kennelijk erbij. Net als die bomenrij hier ook. Ja, want hier aan de andere kant, daar staat het. Of tenminste, daar stond het grootste deel weg. En hier staan dan ook hekken. Nou, het zal er dan op een of andere manier wel bij horen. Ja, wat ze hier dan verder moeten doen. Het ziet er al aardig bouwrijp uit eigenlijk voor wat nieuws. Nou, of het terrein erbij hoort, weet ik niet. Maar in ieder geval, er staan hekken omheen. Ik weet niet wat er moet gaan gebeuren, maar het hoeft in ieder geval niet bouwrijp gemaakt te worden. Want in mijn ogen is dat het al. Ik bedoel, er zit geen verdering in de grond, dus er kan zo gebouwd worden. En het is hier dan de rand van Heerdegewaard. Ja, er komt er weer een wijk bij, want ik heb begrepen dat er een wijk komt op de plek van Rijgersdaal. Nou ja, dus in ieder geval ruimte zat voor weer een wijk. Ja, en ze hebben al wat een wijk erbij gekregen in Heerdegewaard. Zolang ik leef, is Heerdegewaard volgens mij al vertien of vertwintig dubbeld. Ja, het was een heel klein dorpje dat ik geboren werd in 1972. En dan moet je kijken wat het nu is. Het is nagenoeg groter dan Alkmaar. Dus het schiet behoorlijk op in ieder geval. En er komt hier dus weer wat bij. Ik ga nu weer afsluiten en ik ga hier weer zeggen tot de volgende.